Ik ben een van de organisatoren. Ik doe het samen met Wesley Grobbe en Robin Weusthof. En we hebben voor het eerst de Masters georganiseerd. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks evenement wordt. En zoals u vandaag hebt kunnen zien hier, zijn alleen maar topteams door uit heel Nederland eigenlijk. En wat de bedoeling eigenlijk is dat wij 10 teams hebben uitgenodigd. Dus teams kunnen ze niet vrij inschrijven. En dat doen we eigenlijk om het niveau zo hoog mogelijk te houden. Dus we hebben jongens hier spelen nou, die in Nederlands elftal hebben gespeeld. Die er nog in spelen. Jongens uit de eerste divisie, eredivisie. Dus is gewoon, qua niveau is het gewoon top. En het eerste van Oranje die erin hebben gespeeld. En jongens die op dit moment in de eredivisie spelen. Dus het hoogste niveau wat we in Nederland hebben op zaalvoetbalgebied. Doen er nog Almelo's mee? Ja, zeker. Almelo FC die speelt nu op dit moment. Dat is een club waar ik zelf ook bij speel. Ik heb zelf een tijdje in het eerste gespeeld. En ze hebben het op dit moment een beetje zwaar. Ze hebben gisteren een zware wedstrijd gehad in de nacompetitie, in de finale. Voor promotie naar de topklasse. Die hebben ze helaas verloren. Dus ze hebben, allemaal wel, ze hebben het allemaal wel zwaar op dit moment. Ja. Psychisch ook, denk ik. Ja, psychisch ook. Ja, dat is misschien nog wel het ergste, denk ik. Ja. Volgend jaar opnieuw? Volgend jaar opnieuw. Ja, en dan gaan we weer knallen. Waar hebben jullie gebrek aan? Eigenlijk niets. En niets? Nee. Ja, je hebt goede spelers? We hebben goede spelers. Echt hele leuke sponsoren. Mensen, bedrijven die het ons hebben gegund. Want ze weten natuurlijk niet wat er komt. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee. Spelers die dus op het hoogste niveau spelen, die vertrouwen in ons hebben als organisatie. Die wel zo op het toernooi afkomen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Hoe gaat het financieel met de club? Met Almelo FC gaat het redelijk. Het kan altijd beter natuurlijk. Hè? Wanneer wordt dit betaald? De zaal en zo, dat wordt allemaal achteraf betaald door ons. Dus, Maar de spelers worden niet betaald? Nee, spelers worden niet betaald. Nee. Dit is wel een prijs voor beste speler, beste keeper. Daar hebben we wel een geldprijs voor. Maar het is niet zo dat wij spelers hierheen halen en zeggen van jullie krijgen betaald. Nee, dat is niet zo. Dus daarom zijn we ook blij dat ze uit vrijwillige basis deze kant op komen. En hier komen spelen. Daar zijn we heel erg blij mee. Wat verwacht je van de top? Wie gaat er winnen? Ja, dat zijn wel hele goede teams. Ik bedoel, WSV die heeft de eredivisieploeg heeft net verloren van HSC. Die is gedegradeerd uit de topklasse naar de hoofdklasse. Dus het kan alle kanten op. Maar ik geef ZVV Twente een hele goede kans. Jongens uit Enschede. Nesselandia Rotterdam geef ik een hele goede kans. En El Niño's Amsterdam geef ik een hele goede kans. Harderwijk Nunspeet ook nog trouwens. Die spelen in het geel. Okay. Dus het is ongeveer de helft. Ongeveer de helft. Vier teams wat in mijn ogen een hele grote kans maken op kampioenschap. Dat maakt het alleen maar spannender natuurlijk. Dat maakt het spannender en dat is alleen maar goed denk ik. Ja.